Kinderen in het Amalia Kinderziekenhuis dragen voortaan wel een heel bijzondere jas als ze naar de operatiekamer gaan. In het Amalia Kinderziekenhuis in Nijmegen krijgen kinderen momenteel een bijzondere operatiejas. Het gaat hier namelijk om oranje shirtjes die gedragen zijn als van het nationale voetbalelftal. Het is een donatie van de KNVB en draagt bij de bemoediging van de kinderen voor de spannende tijd die ze staat te wachten in de operatiekamer. Ja, we hebben inderdaad een hele mooie donatie van de KNVB gehad. Het zijn operatieshirts. Die krijg je voordat je de operatie ingaat, want je gaat niet in je normale kleren een operatie in. En dat is ook een jas die de chirurgen makkelijk open kunnen maken. En die zijn normaliter heel saai. Ze zijn gewoon blauw of wit. En nu hebben we hele mooie gekregen in de vorm van een Nederlands elftal shirt. Dus eigenlijk van van de Oranje Leeuwen en Oranje Leeuwinnen. De shirtjes hebben een positief effect op de gemoedstoestand van de kinderen. We zien bij kinderen die hier in het ziekenhuis komen dat er in eerste instantie best wel wat spanning heerst. En als we die kinderen dan die spanning en die angst wat kunnen wegnemen door bijvoorbeeld, we hebben heel veel initiatieven, maar bijvoorbeeld zoals die van de KNVB, dat ze een mooi shirtje krijgen, dat je even spanning wegneemt, een lach op hun gezicht tovert en dat ze even in de schoenen staan van hun voetbalhelden, dan zorgt dat ervoor dat eigenlijk de sfeer heel ontspannen wordt. En als je op zo'n manier een operatie van behandeling ingaat, dan kom je er vaak ook veel relaxter en positiever uit. Voordat de voetbalshirts gebruikt konden worden in de operatiekamer, moesten er eerst hygiënische maatregelen genomen worden. We hebben natuurlijk contact gehad met de HIP, de hygiëne infectiepreventie van het ziekenhuis. En zij hebben de stelregel dat het minimaal op 60 graden gewassen moet worden. Dus dat was noodzakelijk om met deze shirts in zee te gaan. De shirts mogen officieel maar op 30 graden gewassen. Maar we hebben wat testen gedaan en op 60 graden blijven ze mooi en netjes. Dus, we hebben contact met een medewerker van ons die ook bij de KNVB werkt, Lonneke Gijsbers. En we zijn met elkaar in gesprek gegaan, hoe kunnen we dit voor elkaar krijgen? En uiteindelijk is het zover gekomen dat mijn moeder de shirtjes vermaakt heeft. En dat die afgelopen maanden 75 shirtjes vermaakt heeft. En afgelopen vrijdag is de eerste overhandigd. Ik dacht ook dat dit slim is voor bijvoorbeeld kinderen die voor de eerste keer onder operatie gaan. En dat ze bijvoorbeeld meer gerustgesteld worden. En het is gewoon fijner van de normale jas. Is blauw is saai, is niet zo enthousiast. Het is gewoon blauw. En deze zit ook veel fijner. Niemand minder dan Bruce Springsteen komt met zijn E Street Band naar Nijmegen. Dat werd vandaag bekend. Springsteen verzorgt 27 juni 2024 een optreden in het Goffelpark. De Bos toert vanaf 5 mei door Europa. Vanaf aanstaande vrijdag zijn de kaarten via Ticketmaster te koop. Gemeente Druten heeft opnieuw het huurcontract voor het cruiseschip aan de Waalhaven verlengd. Het schip biedt sinds mei 2022 tijdelijke woonruimte aan 130 Oekraïense vluchtelingen. Het huurcontract is nu verlengd tot 15 maart 2024. De bouw van het nieuwe Met de Zwanen direct aan het stationsplein van Nijmegen is weer een stap dichterbij. De gemeente Nijmegen heeft de omgevingsvergunning voor de bouw van het nieuwe Met de Zwanen afgegeven. Deze omgevingsvergunning maakt het mogelijk om nog dit jaar te starten met de bouw van het iconische woontoren. Het verlies van een kind of een partner op jongere leeftijd is een ingrijpende gebeurtenis. Iets waar gelukkig de meeste mensen niet mee te maken krijgen. Als het je wel overkomt, kunnen mensen in je omgeving er vaak niet over meepraten. Om die reden organiseert welzijnsorganisatie Meer voor Mekaar een bijeenkomst voor kind- en partnerverlies. Meer voor Mekaar is een welzijnsorganisatie en wij zijn er eigenlijk in Wijchen en in de gemeente Druten. En wij willen er zijn voor de inwoners op het moment dat zij vragen hebben met betrekking tot welzijn. Kind- en partnerverlies. Partnerverlies, ja, dat zegt het eigenlijk al, hè? Dat zijn mensen die hebben hun partner verloren. En dat is een ingrijpende gebeurtenis in het leven van mensen. En op het moment dat zoiets gebeurt, dan weten vaak mensen niet van oké, waar kan ik heen met mijn verdriet. Ursula heeft zelf haar partner verloren. Haar vrouw Janneke overleed op 57-jarige leeftijd aan de gevolgen van longkanker. Vrouw is een raar ding. En daar sta je heel erg alleen in. En dan is het super fijn om te kunnen delen.
van de dingen die het met je doet. En dan is het fijn om een clubje te hebben waar je dat echt mee kunt delen. Die hetzelfde of vergelijkbaars hebben meegemaakt, waar je dus ook hetzelfde proces een beetje mee doorloopt. Met een groepje van ongeveer 8 personen doorloop je een programma waarin je het verlies van je partner bespreekt met andere lotgenoten. De bijeenkomsten beginnen altijd rustig met een kop koffie. En dan kijken we altijd terug van, goh, hoe ben je de vorige keer naar huis gegaan? Zijn er nog dingen waar je tegenaan bent gelopen? En dus een stukje reflectie, dat is heel belangrijk. En vervolgens dan gaan we aan de hand van een programma gaan we dan kijken van, oké, wat staat er deze keer te bespreken? Dat is over het algemeen een hele fijne samenwerking, want mensen kunnen stilstaan bij een verdriet, maar ze kunnen ook gewoon met elkaar lachen, omdat ook mensen hebben natuurlijk ook veel leuke dingen meegemaakt en die herkenning die is zo belangrijk. Onderwerpen die jij niet zo snel zou aankaarten, die kaarten zij wel aan. En dan is het ook fijn om bijvoorbeeld over de laatste dag of over de laatste week of hoe was de uitvaart of... wat heb je nog tegen elkaar gezegd op het laatst? Weet je, dat soort dingen. Mensen stellen die vragen niet meer. Ursula vindt veel herkenning in de verhalen die worden gedeeld tijdens de bijeenkomsten. Is het ook heel belangrijk om toch dat stukje wat je eigenlijk alleen hebt gedaan, om dat ook te delen met anderen. Mensen uit de omgeving, dan deel je vaak de herinnering aan Janneke in dit geval. En met lotgenoten... deel je meer het gevoel en de ervaring. Ja, en dan kijken we weer even naar de sociale media. Gemeente Druten laat weten dat de bouw is gestart van een woonplek met 59 huishoudens. Het gaat om 59 duurzame en sociale huurappartementen op de plek van het voormalig introgebouw. In het voorjaar van 2025 krijgen de toekomstige bewoners de sleutel. Gemeente Bergendal meldt dat afgelopen vrijdag 40 taalmaatjes bij elkaar zijn gekomen bij de Groentenhof Poelen in Groesbeek. Hier hebben zij samen Halloween-maskers gemaakt van pompoenen. Wethouder Irma van der Scheur was ook aanwezig en er stond voor iedereen pompoensoep klaar. En gemeente Wiegen meldt dat er maandagavond een gratis lezing was in het Kompas van huisarts en onderzoeker Jeffrey Bouwmeester. Deze lezing ging over de zogenaamde blue zones, oftewel plekken in de wereld waar mensen opvallend lang en gezond leven. Het gaat hierbij om één van de activiteiten die zijn georganiseerd ter gelegenheid van de Week van de Gezondheid. De meeste neerslag bleef in onze regio vandaag liggen voor de namiddag en avond, maar al met al viel die hoeveelheid ook nog wel best mee. Morgen belooft ook nog na omstandigheden mee te vallen. Een enkele bui is niet uitgesloten, maar er zullen ook langdurige droge periodes zijn, waarbij we zelf nog eventjes de zon te zien krijgen en het wordt morgen zo'n 15 graden. De dagen na wordt het weer iets minder. Donderdag is er ook weer wat meer neerslag en trekt de wind ook flink aan. Ook vrijdag blijft het wisselvallig. De temperatuur zakt die dag zelfs terug naar een maximum van 11 graden. Tot zover het RN7 regennieuws van dinsdag 31 oktober. Omdat het vandaag officieel Halloween is, zie je nu op RN7 nog eens de gehele reportages terug die we de afgelopen weekend hebben gemaakt in de regio rondom de griezelige activiteiten daar. En tussen 9 en 11 is het Studentenhuis natuurlijk weer te zien, waarbij je vandaag tickets kunt winnen voor Subculture van aanstaande vrijdagavond in Doornroosje. Wij zijn er morgen weer, dus ik zeg graag tot dan.